Hey dames en heren, welkom namens Francis Capello, alias Don Carmano. Nou, er is inmiddels een webstack. Ja, de Carmano's die hebben zo een eigen webstack. Daarin komen verschijnen dagelijks artikelen die allemaal te maken hebben met hoe dit strategisch gaan verder uitbreiden. Ik ben aan het organiseren met andere dingen, et cetera. Maar ik richt mij nu even op aan die Nico Den Ham. Die net in de chat tegen mij zegt dat hij moe wordt van mijn gezeik over de alternatieve media. Daar een beetje beroerd van is. En ik zal je vertellen waar ik beroerd van ben. Welk gezeik ik eigenlijk het meeste beroerd van word. En dat is jullie gezeik over de corruptie van Nederland en de rechtsstaat en de uitzettingen. Want God, Jezus, Aller Christus, we weten het nu wel. En jullie gaan iedere keer opnieuw, gaan jullie zelf die rechtszaal in. Jullie erkennen dus de macht van de rechtsstaat, klaarblijkelijk, door processen in te voeren en je overal bij te laten betrekken. En vervolgens zijn jullie verbaasd over het feit dat jullie worden uitgezet. Wel, voor mij is dat helemaal niet verbazingwekkend, want je haalt twee dingen door elkaar, meneer de naam. De alternatieve media is niet Facebook. De alternatieve media is niet YouTube. De alternatieve media, daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het over die georganiseerde fucking teringkliek die hier in Nederland de hele bende aan het oplichten is. De klokkenluider online. Die kale Joodse rat. Hè? Die fucking oplichter. Die ondertussen met miljoenen weg is gegaan aan donatiegelden. En niemand van de straat heeft gehaald. En geen enkel iemand ooit ergens mee heeft geholpen, ons gewezen heeft op die grote boze Joris Demmink, maar uit huis van Lotta Glandorf, de kinderhandelaar, gewoon ongemoeid liet. Gewoon politieke fictie de wereld in heeft geholpen. Dan wijs ik ook, ik claim mijn naam, de zogenaamde soevereiniteitsprocedure, die never en nooit een uitzetting kan voorkomen. Klappen geld gaan daar naartoe, Nico Den Ham. En dat is de fucking georganiseerde alternatieve media. En wat jij gezeik noemt, dat noem ik gewoon de ontmaskering van dat soort meesteroplichters. En nu, terwijl jij zelf ondertussen bijna het huis wordt uitgezet, hè, terwijl je eigenlijk dreigt op straat terecht te komen, noem je dat gezeik? Mensen, kinderen, wat markeert jullie? Als een aantal Nederlanders nu eens een keer de kop uit het laffe zand haalt en dat bureaucratisch gezwets wil laten zitten, koppen bij elkaar steekt en het systeem tegen zichzelf keert door precies dat te doen wat hun doen. En dat kunnen we hier bij de Carmano's. Fucking cash geld om jou eruit te kopen zodat je kunt blijven zitten. En ieder ander ook. Maar dat willen jullie klaarblijkelijk niet. Jullie zijn klaarblijkelijk tevreden met uitzettingen. Zelfs je eigen uitzettingen. En die dan filmen en op internet zetten en then what? En then what? We moeten deze gasten gewoon tegenhouden. Zal je wat laten zien, Nico? Alright, I'm gonna show you something. Jij hebt het steeds over dat ik stijg. Huh? Weet je wat ik doe met post van de overheid? Ik kan hem hier niet zo snel vinden. Er is een hele mooie brief van de rechtspraak die mij ook weer wil zien. De rechtbank die wil mij op de een of andere manier willen mij dan altijd zien. En ik weet niet waarom, maar ik gooi die brieven, normaal gesproken, die gooi ik gewoon direct weg. Ik lees ze niet eens. Ik luister er niet meer naar. Hoe kun je nu nog luisteren en gehoorig zijn aan een overheid die je niet langer erkent, die zo met mensen omgaat? Carmano's, dat zijn gewoon mensen die eindelijk eens een keer, die tot hun botte besef zijn gekomen. Oh, wacht eens even, wat hun kunnen, dat kunnen wij ook. We kunnen ons verenigen. We kunnen stiekem samenspannen. We kunnen elkaar dekken. We kunnen een vliegende kas creëren die niemand in handen krijgt. We kunnen geldstromen creëren waarop de fucking overheid geen invloed meer heeft. En waaruit we uit die bak mensen kunnen helpen. En jij vindt dat ik zeik over de alternatieve media, well, I've got a good advice for you, sir. Waarom ga je er niet aankloppen als je één keer met je failliete kloten op straat staat? En kijk dan eens waar ze zijn. Ik heb het over de alternatieve media, die €400 voor een transitie- en resonantieweekend vraagt in een of andere zweefboerderij. Ik heb het over de alternatieve media die via donaties georganiseerd duizenden en duizenden en duizenden euro's bij elkaar weet te genereren, maar klaarblijkelijk jouw huurschuld niet kan wegkopen. Over die fucking alternatieve media heb ik het.
Jullie hebben het steeds over de overheid. Ik heb het steeds over die alternatieve media, want ze zijn het verlengstuk van elkaar. Het zijn beide leugenaars en ze moeten allebei het land uitgeflikkerd worden. Doodgetrapt moeten ze worden, die fucking kakkelakken en meesteroplichters. Yeah, that's right. En als je dat niet bevalt, Nico, als je zo graag op straat wilt gaan staan, dan zwijg over dit soort initiatieven. Dan blijf er maar over zwijgen. Hè? Want met goede bedoelingen kom je helemaal nergens. Met het processen voeren in deze staat, you will see where you end up en waar zoveel mensen eindigen, helemaal nergens. But hey, I'm the Don van de Camano's en ik laat ieder mens vrij om te doen en te laten wat hij wil. You wanna get arrested? Je wilt je huis uitgegooid worden? Je wilt geplunderd worden? Be my fucking guest, go right ahead. Wil je een oplossing? Haal die kop uit het zand. Erken eerst dat je hier op dat fucking internet van de ene zweefpartij naar de andere gelokt wordt, jarenlang achter die schermen zit, in plaats van je te verenigen. Dat is de hele opzet van dit alles. Achter schermen zitten, het lef niet hebben om je met elkaar te verbinden, because of this trust. Who can we trust? Who can we trust today, Don? Huh? Come on, man. Zijn jullie allemaal stom? What's going on? Ik dacht dat jij je huis uitgezet werd. Als je in nood zit, ik zeg je, ik heb hier een kas, ja? Als die kas nu, als we dit eerder hadden gedaan, en die fucking media die jij zo nodig, ja, waarover ik van jou niet mag zeiken, er is wat meer rugbaarheid aan het gegeven, had ik hier nu de fucking poen om jou eruit te kopen, man. And that is it. For today. Well, good day to you, sir.